Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag een hoop te bespreken en een hoop te laten zien, dus ik schiet gauw op. Stel je voor, je wil een nieuwe metaaldetector kopen of je wil een metaaldetector kopen uit het hogere segment, de topklasse. Dan lijkt het niet zo moeilijk, want je hebt een paar metaaldetectors die in de hogere klasse zitten. En die zijn ook het meest populair. Dan heb ik het over de XP-deus en de XP-deus 2. Dan heb ik het over Nocte Macro, in dit geval de Legend. Dan heb ik het over de Equinox. De Equinox. Twee Equinoxen. Ja, er zijn er zelfs drie. Maar ik heb er hier twee. Ik heb de 800 en ik heb de 900. En de Manticore. Of op Facebook, waar veel zoekers samenkomen, dan wordt het één grote chaos van mensen die door elkaar heen kletsen waarom hun metaaldetector of hun keuze de beste is geweest. Zijn er verschillen? Jazeker, er zijn hele grote verschillen. Zijn er verschillen in het zoeken? Die zullen wat kleiner zijn. Zijn er verschillen in de dieptes? Die zullen nog kleiner zijn. Wanneer kies je voor welke metaaldetector en waarom? In het topsegment ben ik van mening dat bijna alle metaaldetectors gewoon onwijs goed zijn. Kortom, je zou blind een metaaldetector kunnen kopen, je eigen daarop focussen en een hele leuke hobby kunnen hebben. Waren het niet dat je natuurlijk ook merkliefhebbers hebt. De een schreeuwt XP-deus, de ander schreeuwt Minelab, de volgende schreeuwt Nocta Macro. Maar is dat allemaal terecht? Klopt dat allemaal? Moet je de verschillen onder de loep leggen? Of moet je dat juist niet doen en gewoon lekker plezier hebben in je hobby? Ik ben van de laatste mening, maar ik ben ook van de eerste mening dat als iemand gek is van een metaaldetectormerk, dat hij daarop vasthoudt. Dat snap ik. Laten we beginnen met kijken naar de goedkoopste. Dat is de Nocta Macro Legend. 4,99. Dat is de allergoedkoopste. Het is de enige die onder de 500 euro zit. De tweede in de prijsklasse is de Equinox 800. Is ook een multifrequency metaaldetector. En die kost 8,99. Dan gaan we naar de Equinox 900. En dan komen we boven de 1000, want die kost 1199. 1199. 1199 euro. Of dat nog niet genoeg was, gaan we naar de XP-deus 2. En de XP-deus 2, zoals ik hem hier vast heb, dus met de 28 schotel en het remote control kastje, kost die 1299. En als je denkt dat het niet gekker kan, kost de nieuwe Minelab Manticore 1999 euro. 1999. Geef hem euro voor je, dan zitten we op 2000 euro. Qua bouw zien ze er natuurlijk allemaal een klein beetje anders uit. En dat is een kwestie van smaak. En over smaak valt niet te twisten. Wat je mooi vindt of wat je niet mooi vindt, wat je prettig vindt. Maar we kunnen wel naar een paar feitjes kijken. Als we kijken naar deze vijf metaaldetectors, dan springt er eentje tussenuit die is draadloos. Dat is de XP-deus, die heeft geen draden. Alles is draadloos. En ja, ik vind het persoonlijk erg fijn. De twee nieuwste Minelab'en, dus de Equinox 900 en de Manticore, zijn de enige die volledig carbon stelen hebben. Dat zou gewicht moeten schelen. Equinox 800 is de enige die maximaal tot dit kan inschuiven. Je kan hem natuurlijk uit elkaar halen, maar dat betekent dat je elke keer als je hem in je tas wil doen, of achter in je kofferbak of wat dan ook, dat je hem uit elkaar moet halen. Dit is de maximale of de minimale grootte, zo moet ik het eigenlijk zeggen, wat de Equinox 800 kan zijn. En daarmee steekt hij natuurlijk wel af bij de rest, want de rest is allemaal ongeveer even groot, behalve deze, die is een stuk langer. De Nocta Macro Legend weegt 1464 gram. De Equinox 800 weegt 1330 gram. De Equinox 900 weegt 1252 gram. De Minelab Manticore weegt 1305 gram. En de lichtste van allemaal is de XP-deus 2 met 1108 gram. Maar
Die kan je zonder remote bedienen en dan weegt hij nog maar 954 gram. Standaard programma Field Multi. Zetten we op Multi 1. Sensitivity staat op 20. Dan is die redelijk rustig. Dat is een reëel beeld. Klaar om te gaan. Oké, laten we beginnen. We beginnen met 1 gram goud. ...24 centimeter. Dan gaan we naar een gouden ring. ...35 centimeter. Een zilveren rijderschelling. Hier is die weg. 2 euro. Een tin soldaatje. En een koper muntje. The Legend. Voor de Equinox 800 heb ik ook gekozen voor Park Multi 1. Ik heb de het geluid op 25 staan. 2 tonen. Ik heb alles aangezet en de recovery speed staat op 4. Nou, beginnen we weer met de 1 gram goud. De gouden ring. De zilveren. Laat ik ze eens op een rijtje leggen zo. Dan kan ik straks, heb ik nog wat ruimte voor de rest. De zilveren rijder. Het tinnen soldaatje. De 2 euro. En het koperen muntje. Oké, voor de Equinox 900 heb ik exact dezelfde settings gebruikt als de Equinox 800. Field 1 en dan zullen we die nog even uitvoeren. Volume lekker hoog.
twee tonen. Ik heb alles aangezet en de reactiesnelheid op 4. Oké. Het is nagenoeg hetzelfde. Dan de gouden ring. Ietsje dieper. Dan de zilveren rijder. De 2 euro. No. Nou, ik zou de 800 houden. Dat verbaast me, maar maakt niet uit. Nou, dan gaan we naar de manticore. Daar heeft iedereen een beetje op gewacht, denk ik. Of doorgeskipt zelfs. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Wat hebben we bij de manticore gedaan? Nou, eigenlijk niets. Ik heb de volume hoog gezet, zodat hij goed te horen is. De search mode all-terrain general. Dus dat is gewoon zoals die uit de doos komt, gewoon het eerste menu. Dan hebben we de noise cancel gedaan. Ik wil het best nog een keertje doen. Dat is hetzelfde blijven staan nu. De ground balance, die heb ik niet op tracking staan. Ik heb het advies gekregen om dat niet te doen. Dus je kan tracking on en tracking off doen. Ik heb het advies gekregen om tracking off te doen. Dus dat doe ik. Dan de recovery speed. Heb ik gewoon laten staan. Theoretisch gezien zou je zeggen als je de recovery speed minder hoog zet, heeft hij wat meer de tijd waardoor hij dieper zou kunnen gaan. Ik heb het advies gekregen van iemand die erg liefhebber is van mijn lab. Laat de recovery speed staan. Nou, dan custom, maar die zetten we op all metal, want dat hebben we bij alle metaaldetectors gedaan. Voor de rest laten we eigenlijk alles staan. Ik heb hem op 2 tonen staan, omdat ik alle detectors op 2 tonen heb gezet, dus deze ook. Audio team gewoon normaal en multi-frequency. Beginnen we zoals elke keer met de 1 gram goud. Nou, squeezen, maar we zitten exact hetzelfde als de 800 en de 900. Dan gaan we met de gouden ring verder. Die is wel iets dieper. Dan gaan we met de zilveren rijder. Is ook iets dieper. Iets dieper. De 2 euro.
Je mag er tegenaan. Niet opschrijven, er tegenaan. Het koperen muntje. Het looie tinnen soldaatje. Nou, daar heeft hij iets meer moeite mee. Nou, ook daar gaan we weer. Ik moet wel de goede stift pakken. Dit is de Manticore. XP-deus heb ik ook op programma 1 gezet. Gewoon standaard zoals hier hoort te zijn uit de doos. Het enige wat ik veranderd heb is omdat ik met de andere machines op all metal heb gelopen, heb ik hier ook de discriminatie naar 0 gezet. XP-deus, we beginnen met de 1 gram goud. Dan gaan we door met de gouden ring. Dan de zilveren rijderschelling. Laat ik hem een beetje apart houden. Zo. De 2 euro munt. Tinnen soldaatje. En dan het koperen muntje. Nou, duidelijk verhaal. Not. Ik heb geen idee of jullie er nog wijs uit worden uit het bord, maar ik gelukkig nog wel. Ik heb hier al 1, 2, 3, 4, 5 keer 1 gram goud. En die 5 keer 1 gram goud, die ligt hier. Als we beginnen. Dit is een lijn van 25 centimeter vanaf de schotel. De Legend zit daar net onder. En de Deus, de 800, de 900 en de Manticore zitten allemaal zo goed als net daar overheen. Binnen een 2 centimeter strook zitten zij daar bij elkaar. Kortom, mijn conclusie is dat die gouden 1 gram op de standaard settings. En natuurlijk krijg ik daar reacties op van je had dit moeten doen, je had dat moeten doen, je had zus moeten doen. Ik weet het beter. Allemaal even goed. Dit zijn de standaard settings uit de doos. Je zet hem aan. Je doet een redelijke, vergelijking dan. De volgende vondst was de gouden ring. De gouden ring. En daar heb ik op 35 centimeter even een streepje gezet. De XP-deus pakte de ring op 37 centimeter. De Legend pakte hem op 36 centimeter. De Equinox 800 pakte hem op 37 centimeter. De 900 pakte hem op 39 centimeter. En de Manticore pakte hem op bijna 40 centimeter. Dus de Manticore is daar de winnaar. Dan pakken we de rijderschelling. De zilveren rijderschelling. Ik leg hem eventjes op de 800 neer. Nou, daarnaast zo.
De deus pakte de rijderschelling op exact 40 centimeter. Even mijn centimeterbandje eruit halen, ja. 40 centimeter. Dan, de legend pakte hem op 38 centimeter. De 800 pakte hem op 41 centimeter. De 900 pakte hem op 41 centimeter. En de Manticore pakte hem op 43 centimeter. Dus de Manticore is weer de winnaar. Voor de euro, of de 2 euro, kan ik eigenlijk dezelfde lijn pakken, want die lag daar vlakbij. De deus had de euro op 40 centimeter. De legend had hem op 39 centimeter. Moet ik even goed kijken. De 800 had hem op 43 centimeter. De 900 had hem op 43 centimeter. En de Manticore had hem op maar liefst 46 centimeter. Dus weer de Manticore. Het koperen muntje. Gaan we weer vooraan beginnen. Het koperen muntje van de deus. 35, 37 centimeter. De legend had de koperen duit op 34 centimeter. De 800 had hem op 36 centimeter. De 900 had hem op 36 centimeter. En de Manticore had hem op, waar is die? Hier, maar liefst 40 centimeter, dus dat is 5 centimeter winst. Manticore, 5 centimeter gewonnen. Dan de laatste, het tinnen soldaatje, Mr. Napoleon. Dat zal een draw worden als ik zo kijk. De deus heeft hem op 42 centimeter. De legend heeft hem op 41 centimeter. De 800 schiet er een beetje bovenuit met 40, met 47 centimeter. Dan de 900 pakt hem op 46 centimeter en de Manticore pakt hem op 42 centimeter. Dat betekent dat de 800 daar gewonnen heeft. Wat is nou eigenlijk mijn eindconclusie van deze video? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Alle 5 behoren ze tot de top. Ik kan niet zeggen van wauw, wat een gigantische verschillen. Of wauw, wat ongelooflijk indrukwekkend tegenover de ander. Want als je nu een 800 hebt, zie ik niet onwijs veel redenen om over te stappen naar een 900 of een Manticore. Tenzij je de nieuwe snufjes wil. Tenzij je zegt van oké, ik wil hem graag kleiner inschuiven. Ik vind het armsteun wat je kan bewegen, vind ik leuk. De 2D is een meerwaarde. Dat zijn dingen die je kan overwegen. Wat vind ik wel opvallend? Dat kleine dingetje daar. De Simplex is verreweg met honderden euro's goedkoper, de goedkoopste. Vonden jullie deze video nou leuk, interessant of willen jullie meer? Hebben jullie tips of trucs op of aanmerkingen? Laat het hier beneden achter. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen, want het kost me ontzettend veel tijd en energie om dit soort video's te maken. En vergeet niet te abonneren. We zijn bijna op de 13.000 abonnees en ik wil dat best wel graag halen. Dus, niet geabonneerd? Doe dat nog even. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.